Het Waterforum Suriname heeft gisteren zijn eerste lustrum gevierd. In verband hiermee is voor de eerste keer de Water Career Award uitgereikt. Dat is uitgereikt aan een bijzonder persoon die zich gedurende zijn gehele carrière heeft ingezet voor de ontwikkeling van de watersector in Suriname. De award is uitgereikt aan de gepensioneerde ingenieur Marcel Meijer. Meijer zei in zijn acceptatiespeech dat hij vanaf het begin heeft gewerkt aan de totstandkoming van het Waterforum. Ook waren aanwezig, toevallig, de heer Ehrenburg, dat is de co-auteur van het brief, en mijzelf. We waren toevallig daar op het gebied van, om voor de VSB wat voor elkaar te krijgen. Het is maar goed dat het ergens in de notulen plaatste, dat ik dus ook bij het begin bezig ben geweest om dat Waterforum te pushen. We hebben statuten gehad, we hebben ze doorgegeven en van Essen bij de VSB heeft toen zijn schouders onhandig gezegd en zo is het Waterforum tot stand geworden. De ideeën voor de oprichting van het SW ontsproten in Den Haag. Ik moet zeggen dat ik erg blij ben. Het lijkt alsof ik aan mezelf een Water Award heb uitgeruimd. Maar ik ben bescheiden en ik dank u, ik dank het Waterforum en ik zou zeggen, ik zal met heel veel waardigheid de Water Award inderdaad ten voorbeeld stellen aan meerdere mensen die verder ook nog bij ons worden opgeleid. Op die wij ook in de watersector graag actief willen zien. Naast de Water Career Award heeft de organisatie ook de E.T. Sai Mushong Water Award uitgereikt aan de studenten van de Anton de Kom Universiteit met het beste afstudeerverslag. De verslagen hebben betrekking op een van de thema's van het geïntegreerd waterbeheer in Suriname. De winnaar van de award is geworden de groep bestaande uit Kashmira Karto Di Kromo, Nadim Nanhai Khan en Gabriella Listek. Listek zei verrast te zijn dat hun afstudeerthesis heeft gewonnen. Ik ben heel erg blij dat ze studenten in de gelegenheid stellen om hun afstudeerproject eigenlijk op een groter platform te brengen. Zodat wij ook die waardering krijgen dat we bezig zijn met iets goeds en dat we dan ook heel veel kunnen doen. En dat we ons ook verder kunnen focussen op het gebied van water. Want ja, zie dat ik hoe ver was met afstuderen, wilde ik altijd afstuderen in een watergerelateerd onderwerp. En dat was mijn focus en ik heb het gedaan. Ja, hartelijk. Gabriella Liesdek, winnaar van de E.T. Sai Mushong Water Award. Ze sprak gisteravond namens haar groep tijdens het vijfjarig bestaan van het Waterforum Suriname. De uitreiking van de awards vond plaats in het Self-Reliance Auditorium.